Ladies and gentlemen, welcome at Art and Design. My name is Miss Karau and this is my colleague Miss Sendke, and she's going to explain what art and design is all about. Okay, art and design is what we call in Dutch beeldende vorming. En wat je bij dit vak doet, is dat je eigenlijk heel veel dingen maakt. En je ziet hier heel veel dingen staan. We maken hier lekker heel veel dingen. Dus lekker bezig zijn. We werken aan dat je zo creatief mogelijk bezig bent, dat je heel veel ideeën leert ontwikkelen. En we werken ook veel met ontwerpen, design. We're going to give you an assignment, but before we start with the assignment, we're going to watch a short introduction clip. Well, ladies and gentlemen, you saw the introduction of the animation, The Jetsons, and this was made in 1960s, approximately. So they thought about living in the future. Do you think that the year 2060, how do we live? Do we live like on another planet, or are we going to live just on Earth, or anyone? Lucas? Maybe we can fly to the moon with a space shuttle. Yeah, maybe we will live on Mars or travel to another planet. You're going to design an eco-friendly form of transportation. What if the Berlage Lyceum were on another planet? So it's not on Earth. We're going to take the Berlage Lyceum and we're going to put it on another planet. How would you get there? Because now you travel by tram or you take a bike, huh? But now you have to think about how you're going to travel to the Berlage Lyceum when it's on another planet. And have fun, because it's the future. You don't know what it's going to look like. Use your imagination. Oh, wow, so that's a good one. So you need air pressure. It needs to be eco-friendly, yeah? Think about, oh, it can be anything. Gaat ie goed, Isa? Yes? Okay. Oh, wow, je hebt het Berlage er ook getekend. Goed, man. Yeah. In which we all, oh, okay, that's a good idea. Working with air pressure. Gaat het goed, Isa? Yes. Yes? Sure. Or 1 minute left, ladies and gentlemen. Dit is de manier waarop ik denk dat we later naar school gaan reizen. Dat er allemaal verschillende planeten zijn. En op elke planeet is dan een school en een wijkje bijvoorbeeld. En dan is hier bijvoorbeeld het Berlage Lyceum. En dan gaan we met een soort van raket met groene energie gaan we daar naartoe reizen. Ik heb een vliegende auto gemaakt met een soort huis er binnenin. En die vliegt op vuur. En die vliegt heel hoog, zodat er niet echt file ontstaat. En een vliegend eiland waar je dan makkelijk naartoe kan gaan. En ja, ik denk dat dit een nieuwe manier is om te reizen. Thank you for sharing your ideas. And I think that you all worked really well. I've seen a lot of creative ideas, which is really, really good. Well, what you have been doing during this lesson is you have been using your imagination, dus je hebt je fantasie gebruikt. And in the same time you had to translate it, dus je moest het zeg maar vertalen, naar een ontwerp. So you had to design as well. So from an idea in your head, you had to make a design and look what happened. You have all made these beautiful designs on your piece of paper. Really well done. So don't forget to sign your drawings, eh? Vergeet niet om je naam op je tekening te zetten. And then we're going to clean up and you're going to leave this classroom and off you go to the next lesson. Dus even lekker opruimen en dan mogen jullie door naar de volgende les. And I would love to see you next time.